Thank you.
Thank you.
Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in Israël. Denk aan de velden rondom Bethlehem, waar Jezus werd geboren. Of de Jordaan, waar het volk Israël het land binnentrok en waar de Heere Jezus gedoopt werd door Johannes. Denk ook aan Capernaum, waar Jezus woonde en Gods woord predikte in de synagoge. En natuurlijk Jeruzalem, waar koning David zijn troon had, waar de tempel stond en waar ook de Heere Jezus vaak verbleef en wonderen verrichtte. Of bijvoorbeeld het meer van Galilea, waar Jezus de storm tot bedaren bracht. Het zijn plaatsen die voor elke christen tot de verbeelding spreken, omdat we ze kennen van de Bijbelverhalen. Tegelijk zijn het ook plaatsen die je vandaag de dag gewoon kunt bezoeken. Steden en dorpen uit de oudheid die opnieuw bewoond worden. Waar het land Israël weer opbloeit na 2000 jaar ballingschap. Er staan veel beloften in de Bijbel over het land en het volk Israël. God koos deze plaats om er te wonen, te midden van zijn volk. Jezus zei dat hij op een dag zal terugkomen op deze plaats, om vanaf daar de hele aarde te verlossen. De Heilige Geest werd uitgestort in Jeruzalem en vanaf daar ging het evangelie de wereld in. Wij zijn een bevoorrechte generatie. In onze tijd mogen we er getuigen van zijn dat God zijn volk thuisbrengt en het land Israël herstelt. We mogen zien dat de profetieën realiteit worden voor onze ogen. We zien de woestijn tot bloei komen. In Jeruzalem spelen de kinderen opnieuw op de pleinen. Gods trouw zie je vandaag in Israël tastbaarder dan ooit. Wij roepen jou op om God te danken voor zijn oneindige trouw. We roepen je op om blijvend te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doe je mee? Ga naar cvi.nl/ikdoemee.